I Love Schaatsen is het programma voor iedereen die van schaatsen houdt. Elke aflevering glijden we je langs een top 5 van de meest glorieuze, hartverscheurende en onvergetelijke schaatsmomenten. Deze top 5 wordt besproken door ons panel van schaatslegendes. Laag ik ook naar 300 meter op een snavel. En liefhebbers. In deze aflevering de top 5 van meest opmerkelijke schaatstechnieken. Ik ben vooral fan van het starten. Je hebt breed uit en rechtdoor. Ik hou wel van grootse bewegingen. En dan of is dit te technisch? Eigenlijk is schaatsen een hele gekke sport. Je moet opzij duwen om vooruit te gaan. Op de vijfde plek, een Noor met losse handjes, maar gelukkig alleen op de schaatsbaan, voor zover we weten. Het is Eustijn Grødum. Grødum, ja. Eustijn die stond een beetje bekend als een bijzondere schaatser. Ook weer geen stylist, geen mooie schaatser. We noemen hem ook wel de Zeiss. Ja, dat met die armbeweging. Ja, het is ook een soort dictator. Hij is ook gewoon zo zijn volk. Zo. Misschien heeft hij wel het idee dat er gewoon... Ja, dat hij al een stap verder is. Dat hij mensen fans van zich aan het afslaan is. Of ze ook zo haar iets te hard geschoren had. En dan over deze manier te gaan bewegen. Maar ja, waar het ergens ooit door gekomen is... Ja, hij heeft dat denk ik ook aangeleerd. Maar hij kon er zelf om lachen. Maar hij was natuurlijk heel groot. En dat hij zo groot was dat hij, en zo lang dat hij over de boarding kon met zijn handen. Want anders raakte hij de boarding als die hand wat omlaag ging. Dus... De hand gaat in de richting waar je naartoe moet. Je ziet ze tegenwoordig ook nog wel met dit. Nou, dat is, dan denk ik van je moet daar naartoe, je moet niet naar links en naar rechts. Maar dat is blijkbaar om zoveel kracht tot ontwikkeling te brengen. Want het is natuurlijk, die armbewegingen zijn niet anders om daarmee je lichaam in balans te houden. Je ziet wel dat die grotere mannen hebben wat meer moeite om dat lichaam goed onder controle te hebben. Dus dat worden grovere bewegingen. En vooral als je, het ziet er ook natuurlijk een beetje bizar uit. En hij rijdt hier tegen Bob de Jong. Die had dus bijna een rubber, want dat ging allemaal, dat flabberde een beetje op en neer. Dus het verschil met een aantal van die gasten was ook wel heel erg groot. De volgende schaatser toonde aan dat je geen Salinero hoeft te heten om goud te winnen met een hupje. De vierde plaats is voor Nederland, of België, maar in ieder geval voor een man die zelfs Olympisch kampioen werd, Bart Veldkamp. Oh, Veldkamp en zijn schaatsen, heerlijk. Ja, het hupje van Veldkamp, ja, daar keek ik ook wel naar, moet ik zeggen, naar Bart Veldkamp. Dat zag er zo makkelijk uit, hè? In de bocht zo, hup, hup, hup. Bart was een marathonschaatser. En in de tijd dat wij marathons reden, dan reed Bart bij de B-rijders. En dan gingen wij als marathonschaatsers gewoon zijn wedstrijd bekijken. En ook wel dat hij een rondje voorsprong pakte. Maar dan gingen we kijken hoe Bart schaatste en dat vonden we mooi. Maar als hij eenmaal in zijn swing zat, zoals een Bob de Jong ook in zijn swing moet zitten. Hè, en dan ging het maar door. En dat is iets wat Bart ook heel goed kon. Nou, en 10 kilometer duurt ook gewoon 14, 15 minuten. Dus dat is echt zo'n tering eind. Dus je moet een manier vinden waarop je heel erg soepel kan blijven bewegen. En dat deed Bart wel heel mooi, hè? Op het rechte stuk ook. Je ziet hem heel soepel bewegen. Dat was zo goed. Dat was schitterend. De derde plek gaat naar een Oost-Duitse die schaats zoals je dat van een Oost-Duitse verwacht. Bonkig, ongepolijst, maar dodelijk efficiënt. Het is misschien wel de beste schaatser aller tijden, Gunda Niemann. Jee, gadverdamme. Gaan we het over techniek hebben, gaan we het over Gunda Niemann hebben? Ik ga niet kijken. Nee, ik ga wel kijken, maar liever wil ik niet kijken. Gunda was niet het toonbeeld van een stylistische techniek. Als je echt puur naar, zeg maar de techniek kijkt, was het helemaal niet zo verkeerd. Nee, ik vond het de passen heel mooi. Als je gaat ontleden waarom zij gewoon heel hard rijdt, dat is omdat ze bepaalde dingen gewoon heel goed doet. Haar afzet is heel zijwaarts en zij gaat heel erg naar voren. Ja, nee, maar ik snap hem wel. Die bochten goed, weet je, goed diep, goed zijwaarts wegdrukken. Maar weet je, er is gewoon... Ik vind wel een basis, als je schaatser bent, dat je gewoon recht op je schaatsen kan staan. Hoeft helemaal niet. Weet je, heel veel schaatsen doen het niet, die laten hem ook goed wegleiden. Voorbeeld. Maar het was wel efficiënt. Kijk, wij hebben het altijd over techniek. Het is stylistisch. Iets is mooi om naar te kijken. Of iets is efficiënt.
Nou, bij haar was het efficiënt voor hoe zij het deed. Voor haar was het super efficiënt. Maar ja, een toonbeeld van mooi schaatsen, ja, dat was niet. Wat ze in dat laatste beeld wat je zag wel goed doet, je staat maar dan ook exact recht boven die schaats. Dat is belangrijk, want voor de rest ziet het er niet uit. Maar goed, dat is de smaken ook die je daarin hebt, hè. Maar dat heb je in alle sporten. Je kan nog zo mooi schaatsen als je langzaam bent, als een slak. Het is geen jury-sport, hè? Nee, gelukkig ook. Op de tweede plek vinden we iemand die schaatst zoals hij praat. Zijn techniek laat hem wel eens in de steek, maar oh, 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 wat gaat hij snel. Hoe kan het ook anders? Het is oud-wereldkampioen sprint Erben Wennemars. Ik moet iets zeggen over de techniek van Erben Wennemars. Oké. Okay. De techniek van Erben. Nou, ik heb denk ik 6-7 jaar bij hem in de ploeg gezeten. Dus daar weet ik iets van. Ik heb zo vaak achter hem gereden. Ja, Erben heeft van nature geen vloeiende techniek. Alsof hij stottert met zijn benen. Dat was eigenlijk dat gevoel kreeg heel erg. Ja, hij heeft gewoon een hele vinnige slag. Ja, een beetje, hij staat echt zo. Hij duwt zichzelf meer op zijn heup. Alleen waar ik altijd wel jaloers op was bij Erben. Erben heeft van die bochtbeentjes. En dan. Als je daarachter zat dan op een training, dan was het echt, dan scheet je drie kleuren bagger. Want je wist niet wat hij ging doen. En het enige wat je zag is overal mensen schaatsen en maar achter die Wennemars aan. Ja, en dan maar bij proberen te blijven. Dan leer je wel van schaatsen, kan ik je vertellen. Wat ik heel interessant vind, is dat een persoonlijkheid van een mens komt terug in zijn techniek. Dus Erben Wennemars, weet je, vluchtig, snel. Zie je terug in zijn schaatsen. Ik was ook altijd, weet nog steeds, ook niet schaatsen. En dat is dus heel mooi. Alleen daar zat zoveel bewijsdrang, zoveel. Agressie die hij moest binnenhouden. Zo die extreme wil om te winnen, of eigenlijk de extreme angst om te verliezen. Ja, dat was niet in een rustige slag te kanaliseren. Er kan er natuurlijk maar één de beste zijn. Een wereldkampioen sprint met een slag die zo fijn is dat het ijs zucht van genot als hij er overheen glijdt. De eerste plek gaat naar de meesterstylist met een ongeëvenaarde techniek, Jan Bos. Oh ja, Jan Bos wil ik graag over praten. Modelschaatsertje. Die had zijn houding in ieder geval goed te pakken, ja. Ja, die timing en die rust. Maar ja, die heeft niet zoveel gewonnen als Erben Wennemars. Aan de ene kant Erben en aan de andere kant Jan Bos. Die jongens zijn samen opgegroeid. Kwamen samen uit Deventer. Ja, recht stuk vooral. Bocht, oké. Okay, maar Jan Bos had denk ik wel even een van de mooiste rechte einde van in de. Even heel groot maken. In de schaatsgeschiedenis heeft Jan Bos het mooiste rechte einde gereden die ooit gerealiseerd zijn. Wat een prachtig feest is dit. Wennemars gaat onderuit. Jan Bos, ook nog zo'n stylist. Wat heerlijk dat je niet ziet hoeveel pijn het doet. Schaats vind ik altijd heel mooi om naar te kijken als je het ogenschijnlijk geen moeite kost. Dat je in de rust van de slag, in het ogenschijnlijke moeiteloze glijden, terwijl je weet hoe onwaarschijnlijk veel kracht het kost. En de bocht mooi, ja. Niet zoveel beweging. Ik zou bijna zeggen, ga eens even wat doen, joh. Toch? Ja. Ga nou eens even wat doen. Ik vind het ook wel mooi, ik vind het goed. Het is toch, als je gaat schaatsen, dan zegt iedereen in zo'n 90 graden hoek. En dan denk je, ja, maar dat is super onpraktisch. Maar hij maakt het toch dat het eruit ziet alsof het juist heel praktisch is. En Jan Bos was echt lange halen snel thuis. Dat was Jantje Bos, hoor. En altijd gewoon vol erin tot op het eind. En nog soms verder dan dat. Daar bleef soms gaan, Jan Bos. En Jan beheerste als geen ander die hele vroege timing om die afzet maar mee te nemen. Heel veel druk opbouw, druk opbouw, druk opbouw, paf eruit! De drukgolf ging pof door zijn lijf heen. Dus je zet af en je ziet gewoon die drukgolf door zijn lijf heen gaan. Wat ik altijd deed voordat ik ging trainen, keek ik heel vaak
10 of 20 minuten video's van Jan Bos had ik opgenomen op mijn videorecorder. Hè? Voor de jongeren onder ons, toen hadden we nog geen YouTube. Toen moest het gewoon doen met een videorecorder. En die keek ik dan echt en ik probeerde mezelf in te beelden hoe het voelde om Jan Bos te zijn. Ik denk zelfs dat Jan nog meer uit zijn techniek had kunnen halen als dat hij heeft gedaan. Maar dat het een finesse schaatser. Nee, hij had de schaatstechniek geperfectioneerd, dat was Jan Bos. Wereldkampioen sprint, Jan Bos. Schitterend, dit waren de 5 meest opmerkelijke schaatstechnieken. Voor meer top 5's kijk je op KPN Presenteert, kanaal 18 en on demand.